We zijn hier in Kamperland. Jij bent op mijn pad gekomen ooit. En in de loop van de tijd is er hier heel veel gebeurd. Vertel jouw verhaal eens. Wat hadden jullie van bedrijf op dat moment? Gemengd met de camping. Glamping begon te komen. De indoor speelschuur. En nog een stukje landbouw. En de landbouw was op dat moment wat ondergeschikt omdat Ella toen ook wat ziek was. En voor mij was het gevoel dat ik eigenlijk alles meer dan 100% in de hand had. Terwijl het bleek dat ik eigenlijk veel te hard liep. Achteraf heb ik volgens mij kunnen bemerken dat jij een hele stressvolle situatie zat. Waarin jij constant bezig was met het overleven. Ja. Ik merkte ook wel dat met de kinderen die hier waren, schoolreisje of kinderfeestje, dat ze eigenlijk bijna bang van me waren. En dat was niet prettig. En dat stukje, dit opletten, kijken, laten draaien, daar moet ik wezen, op 5-6 plekken tegelijk. En van buiten werken was ik in één keer ook huisman en de kinderen mee. Al die touwtjes, daar bleek zo'n spanning van in te zitten. Het begon ook te uiten, letterlijk niet lekker meer in mijn vel zitten. En financieel op de achtergrond bleef er ook nog wat mee draaien. En het moest. En alles moest. En toen ben ik met die cursus bij jou gekomen. En binnen 3 maanden was dat ze bang waren van me. En andersom, dat ze naar me toe kwamen en een knuffel gaven. En dat was zo'n verandering. De energie werd rustiger. En dat was meest met kinderen duidelijk. Dat was ook met het vee en de paarden. En dan krijg je een andere energie die er hangt. Positiever. Dan ga je een beetje uitpoetsen. Ja, doe maar even een andere bos. En toen ik rustiger werd, wat beter in mijn vel kwam, is de rest ook mee gaan lopen. Van één kant de bank die zei, we stoppen ermee, trekken er de stekker uit, je staat op straat. En voordat het een half jaar verder was, was er ook iemand en die zei, kijk, wij willen helpen en dit is goed, dit moet blijven bestaan. En op die manier is het ook gelukt en zijn we verder kunnen gaan. Ja, en het liep eigenlijk vlekkeloos in elkaar over. Ja. En nou zijn we zelf, voor ons gevoel ook, op de goede manier gefinancierd en bezig. En nu is zo dat ik mijn eigen goed in mijn vel voel zitten. En dan is er op detail nog wel eens dat er een keer de zon te fel is. Dat ik op moet letten. Maar ik zit goed in mijn vel. En dan uit het rondom dat alles ook meewerkt en bij me blijft. We hebben in de cursus de training van op weg antibiotica vrije landbouw in de landbouwgroep. Hebben we het ook regelmatig gehad over niet te oordelen. Ja. Wat heeft jou dat gebracht? Heel veel. Je hoeft geen oordeel te geven. Maakt niet uit, groot, klein, vierkant, rond, kleur. Nee, geen oordeel. Laat me komen zo het is. Dan loopt het ook zo het op dat moment nodig is. En gemiddeld is er goed. Mooi. Het strand dat ligt in de buurt, dat is het enige wat niet naar hier komt, het strand. Dan mogen ze zelf naartoe. En is het net geen strandweer of te warm voor die kleine kinderen, kunnen ze niet een hele dag mee aan het strand.
Dan kunnen ze hier toch vooruit chillen op het veld of in die binnenspeeltuin en spelen. En aan het eind van de week dan willen ze niet meer weg, dan zijn er dikke tranen. En ja, ze moeten naar huis en ze willen niet. Dus dan vraag ik van, maar zou je nog eens terug willen komen? Ja, dat willen ze wel. Ik zeg, nou, dan moet je eerst weggaan. Want als je weggaat, dan kan je terugkomen.